Ik ben Simon Durlo. Ik ben geboren en getogen in deze buurt. En ik ben raadslid voor de Partij van de Arbeid in Amsterdam-Oost. Wij en de kraakbeweging in dit geval hebben hetzelfde doel, maar gebruiken andere middelen. Ik vind het heel erg dat het nu al 5 jaar vol leeg staat. De mensen die hier eerst woonden, die moesten eruit omdat het gewoon verbouwd moest worden en zo. En er gebeurt gewoon niks mee. En ik vind het gewoon heel goed dat ze het gewoon weer kraken. Ik heb ook protest aangetekend. Ik ben het er niet mee eens dat de vergunningen zo afgegeven worden. Dit pand is ondertussen nu voor 4 keer gekraakt. Ja. Het is door de jaren heen 3 keer ontruimd. Ja. 1 keer heeft daarna de eigenaar, wat een notoire speculant is, die heeft daarna een wietplantage erin gestart, die er ook uitgetrokken door de politie. Daarna is het nog 2 keer gekraakt en elke keer ontruimd voor langdurige leegstand en overduidelijke speculatie. En daarom zitten we er nu ook weer in. Oké. Hey, kijk. Dus het stond altijd gekraakt, ontruimd, leegstand. En in de tussentijd heeft de eigenaar heeft alleen maar afgebroken. Bij elkaar hebben we het over ruim 4 jaar dat het verbouwd of leegstand. Nee, vorige keer is ook een onterecht ontruiming geweest. Dus namelijk zonder dat de rechter tussen komt. Het beleid waar ik zo zeg dat wij niet binnen zijn, dat wij niet de huisvrede hebben. En dat het door de rechter moet getoetst worden. Of wij in ieder geval de gelegenheid moeten gesteld worden om dat bij de rechter aan te kaarten. Omdat de politie het in opdracht van het OM vorige keer niet heeft gedaan. Hebben we nu alvast een dagvaarding uitgebracht. Ja. Dus we gaan de staat in Nederland dagvaarden in verband met de vorige ontruiming. En willen gewoon dat ook de politie en zeker de OM zich aan de wet houdt. Aan hun eigen regels trouwens, want het beleid werd door het OM zelf opgesteld. Ja. Ik heb dat bij me, ik heb een buurtbriefje bij me, staat contactnummer op. Ja. We gaan dit ook maandag naar de deelraad halen. Samen met buurtbewoners en de Monumentenstichting die hier ook voor behoud vecht. Er wordt eigenlijk niet direct specifiek over het pand gesproken. Er wordt gesproken over de, laat ik het goed zeggen, de erfgoedbepaling. Maar ik weet wel dat er al mensen zullen inspreken, ook over de Zwammerdamstraat 12. Ook omdat dit natuurlijk een monument is. Ja, en ik vind het prima hoor. Mm-hmm. Het staat gewoon hartstikke lang leeg, staat het. Dus. En het is gewoon een monumentaal pand. En, Ja, ik vind het goed. Ja. Maar ik vind dat het wel een monument moet blijven. Het is een schitterend gebouw. Dat het een monument is. Het is een monument hier in de buurt. Zo'n gebouw apart. Ik denk dat ik het liefst zou zien, en ook mijn fractie wil dat het liefst, dat dit onbehouden blijft als monument. Dus inclusief ook de binnenkant.
het maar even kort samen te vatten. Of dat gaat lukken, dat is nog wel spannend. Hey, 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 hey